Ik hou niet van de erge plannen van Jesse Klaver, ook niet als het gaat om autorijden. De VVD heeft aangegeven niet met Geert Wilders in zee te willen gaan. Nou, nu heeft Jesse Klaver natuurlijk gisteren een plan gepresenteerd dat hij de 130 kilometer wegen in de ban wil doen en het rekeningrijden in wil voeren. Dat heb ik wel gelezen, ja. Nou, ben ik geen voorstander van. De plannen van GroenLinks zijn doorgerekend en die betekenen voor de autorijder een gigantische ramp. Moet u niet hem op een zijspoor gaan zetten? Nou, rampen gaan we nooit willen uitvoeren. Dus dan zal er in de onderhandelingen goed gekeken moeten worden wat dan precies die plannen zijn. Ik hou niet van de erge plannen van Jesse Klaver, ook niet als het gaat om autorijden. Dat kunt u natuurlijk geen 100.000 jaar in uw achterban verkopen om met hem in het kabinet te vormen. Nou, het is ook een beetje zonde als je net al die investeringen hebt gedaan, dat je dan vervolgens dat weer teniet gaat maken in een volgend kabinet. Kunnen we nou ook niet gewoon een glashard zeggen nu de PVV uitgesloten is, van laten we dan ook GroenLinks op een zijspoor zetten? Dan blijven er wel heel weinig opties over straks. Hè? In heel Europa wordt er ongeveer 130 gereden, soms wel meer. Het kan veilig, het kan ook schoon. Dus ja, het is een beetje symboolpolitiek wat mij betreft. Maar uitsluiten? Nee.